werk. Ja, wij zijn vandaag namens Werk en Vakmanschap, hè, een coöperatie die zich bezighoudt met het werven en het in dienst nemen van BBL-leerlingen in de techniek. En samenwerken met bedrijven om ze vervolgens een leerwerktraject te laten doen. Zijn we vandaag samen met de leraarkracht van het Hooghuis met een PI-klas. Dat is produceren, installeren en energie. Techniekjongens zijn we aan het kijken op de jongerenbedrijfdag wat ze interesseert en wat ze leuk vinden en waar ze iets van kunnen leren. En waar ze eventueel straks verder een carrière in op kunnen bouwen. Het is voor mij de eerste keer. Het is wel een beetje een drukke dag, maar het is ook wel leuk. De meesten zijn toch wel positief en vinden het leuk om met de handel bezig te zijn. Dus ja, ze leren er iets van. Normaal gesproken zien ze bedrijven alleen met stages. En nou, voordat ze aan stages beginnen, krijgen ze al een beetje een idee. Hoe werkt een bedrijf? Hoe zit het in elkaar? Ja, en dan kunnen ze ook kiezen welke richting ze ooit eindelijk op willen gaan. Ik ben Mirna, ik zit op het Hooghuis Zuid en ik wil waarschijnlijk de metaalkant in. Omdat ik daar het carnavalswagen, wat de aankomende weekend is, heel vaak doe lassen. En ik het ook gewoon heel leuk vind en graag bezig ben met mijn handen. Nou, ik ben Teun, ik zit op het Hooghuis Zuid. Ik ga naar PI en dat betekent dat je metaal gaat doen in elektrotechniek en installatietechniek. Ik ben heel geïnteresseerd in metalen. Daarom vind ik dat leuk om te doen. Ja, er waren een paar bij die zeiden van, oh, ja, ik zat te twijfelen tussen autotechniek en elektrotechniek, zei die. En die zat net te knutselen en zei, ik vind het eigenlijk toch wel leuker als een beetje met de auto sleutelen. Dus ja, dat is dan toch ook wel leuk om te horen, dat door even iets te doen, dat ze dan toch wel het leuk vinden. Wij weten dat er een groot tekort is aan leerlingen in de techniek, aan aanwassen in de techniek. Dus daar waar deze dagen zijn, moeten wij onze rol pakken en die promotie mee oppakken. En ook zorgen dat die instroom van technische leerlingen er blijft. Want er is een groot tekort en alleen op deze manier steeds aandacht vragen en laten zien hoe mooi het werk in de techniek is, kan helpen om die instroom op peil te houden. Als je verwarmingsketel kapot is, hoe je daar eigenlijk het beste kunt vervangen of zo. Dat zeg maar een beetje die kant. Nou heb je wel, we hebben de vorige ronde hebben metaal gehad. En nou meer installatie en dan daar misschien nog de andere kant van de installatie. Omdat wij graag de jongeren willen inspireren en aan willen trekken om toch de installatietechniek in te gaan. Omdat heel veel mensen toch een beetje terughoudend zijn van te zwaar werk, vies werk. En dan willen we dat toch eigenlijk wel een beetje motiveren. Want het zijn meerdere dingen als alleen op de bouw, utiliteit. Dat er ook andere aspecten zijn die ze kunnen bekleden.